Ja, in 2012 stopte hij met zijn programma Peter R. de Vries. Misdaadverslaggever. Vrijdag op Nederland 1 start de opvolger Peter R. over de grens. Ook hier onderzoekt, ontmaskert, klaagt hij aan en verdedigt hij. En ook nu met af en toe de hulp van de verborgen camera. In onder andere Oeganda, Malawi, Moldavië en Nepal stelt hij gruwelijke misstanden rond kinderen aan de kaak. Vreselijke dingen die met kinderen gebeuren. Waarvan de hele wereld eigenlijk af weet, maar waar men weinig aan doet. 193 landen hebben het internationaal verdrag voor de rechten van het kind getekend. Mm-hmm. Waardoor dit soort dingen eigenlijk nergens meer zouden moeten kunnen voorkomen. Maar het gebeurt toch. Oeganda is een land dat aan elkaar hangt van bijgeloof. Er zijn daar 1 miljoen zogenaamde witch doctors. Dat zijn traditionele genezers, maar wij zouden het eigenlijk gewoon toverdokters noemen. Mm-hmm. En die hebben de bevolking wijsgemaakt dat je met het ritueel offeren en verminken van kinderen, dat je dan voorspoed kan afdwingen. En er zijn er dus in dat land veel zakenlieden, topambtenaren, noem maar op allemaal, die daar gebruik van maken en daar heilig in geloven. En voor de kinderen leidt dat tot barbaarse toestanden. Aanstaande zaterdag is het over de hele wereld de Record Store Day. De dag dat we vieren dat de Good Old platenzaak er is en dat kan geen kwaad. Sterker nog, dat moet, want als we niet uitkijken is er straks helemaal geen platenzaak meer over. Het bestaan wordt bedreigd door het gemak van Spotify, iTunes en heel veel andere. In meer dan 80 zaken wordt zaterdag door veel artiesten opgetreden. Be there. Ik denk wel dat er een paar zullen blijven, hoor. In Amsterdam, in Londen, New York, Parijs. Er zal altijd wel een paar van die zaken, zo tweedehands, waar je, voor de happy few inderdaad. Maar de grote ketens van winkels met cd's en dvd's. De plaat in mijn leven. Ja, begin eens met jou. Nina Simone Sings the Blues. De muziek raakte mij zo ontzettend diep. Trouwens, parallel met allerlei andere oldies, maar van country tot van alles en nog wat. We are Nico! Het gaat vanavond over afscheid en de hernieuwde omarming van de LP. Och Jezus, kinderen, de LP. Ik moet al bijna huilen als ik eraan denk. En ik moet vooral huilen als ik hieraan denk. Je betaalde voor een dubbel LP, ongeveer waar je nu een Nepalees meisje van 8 jaar voor koopt. Het is woensdag 16 april, de dag dat Pauw en Witteman aankondigde er na 8 seizoenen mee te stoppen. Aan tafel Jeroen en Paul. In de loop van het seizoen, eigenlijk eind vorig jaar, dan komt de vraag aan de orde sowieso, hoe lang ga je nog met dit programma door? Jeroen en ik hadden afgesproken dat we zo rond de kerst daarover een beslissing zouden nemen. Ik heb daar goed over nagedacht. 8 jaar, 1200 uitzendingen. En ook 1200 keer, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar om 2:30 s'nachts naar bed. Ja, je neemt ook niet echt afscheid van Paul, want die blijft ook alleen op een ander tijdstip. Ja, maar dan ga je het alleen doen. Ja, met ook gasten is de bedoeling. Ja. Dat is een bijkomstigheid. Neemt niet weg dat het zo'n officiële mededeling van de directeur, dat heeft toch een bepaalde impact waar ik, moet ik zeggen, zelf ook nog van onder de indruk geraakte. Terwijl ik het al maanden wist, eerlijk gezegd. In welk opzicht? Nou, dat je toch, je zegt niet alleen je medewerking aan het programma op, maar je zegt ook je medewerking aan de medewerkers op. Mm-hmm. Dus aan Jeroen, maar goed, daar praten we met elkaar natuurlijk vaak genoeg over. Hebben we ook gedaan. Maar met de redactie eigenlijk niet. Omdat dat was niet de bedoeling dat hij al heel vroegtijdig op de hoogte werd gesteld. Want dan maak je met minder animo zo'n programma. En dat is toch een soort afscheid, doet mij pijn.